Van de kapitein uit het groepen, couriers rennen naar
geef maar een. Stop ik in mijn zak. Snij de kop eraf. Kijk, dat zijn allemaal mensen. Ze beschermen allemaal die prijs goed. Allemaal omheen. Helemaal niet veel. We zien dat we gaan snel op de plaats zijn. Dat is al een storm van de veld heen gaan. En dat de infanterie snel moet reageren. Ik snap het niet. Dat zijn schotten! Dat lijkt op schotten, maar ik ben niet zeker. Ah. Als je in het alleen gaat staan, hoe klein die ook is, zie je dat het veilig kan zijn tegen de cavalerie aanvallen. Jongen! Ze staan gewoon voor ze! De kanonnen bedoel. Die zo voor de groene goud, schiet op de groene, ja. Maar nu, ze staat voor elkaar. Ja. Dus ze zitten niet. De soldaten zijn echt goed geweest. Als je echt hard doorwerkt, als je echt je best doet. Kom maar over deze kant. Oh, die is echt hartfalend. Jongen, hij had een kogel erin gedaan. En er kwam zo'n rook. Hij was aan en er kwam een rook over je af, maar niet terug. Ze laten hem ook gewoon echt lekker liggen. Ja, dat moet. Hun zien helemaal niks meer, die zwavelucht. Nee. Even rondkijken, ze is verder slapen. Ja, dat is ook gevaarlijk. Waarom sta je niet op? Ik vind het eng met alles bij. Ja, de tweede komt ook voorbij. Ja, dat is een. Ik denk dat er ook wel uit de bed. Alleen het stom is wel dat ze allemaal van die popjes op de grond gooien. Wat? Een pop. Dus je gooit popjes. Even kijken, je hebt roosjes en die hebben schalen bovenkantjes. Die zit eruit in, die doet. Gooit ze erin en
bijna gesprongen. En boem! Maar ze hebben ook afval dus weggooien. Dat is gewoon papier. Zie die ring? Oh, die Jack is groot! Marsje, moet je zien. Marsje, move! We moeten op diegene letten die nu op de grond ligt bij die boom. Want hij schiet heel vaak stil, hij schiet heel vaak mis. Maar in het echt schieten ze niet zo. Nee hoor. Dan schieten ze dus een kruid erin. Ja. Dan doen ze een kogel in. Die drukken ze aan met een heel lange stok. Zij komen steeds erbij. Dat is het Nederlands leven. Dat oranje is toch Nederlands dan? Ja. Ja, maar dan vallen amper dood. Maar hoe kunnen die paar groen met gele daar heel veel dood schieten? Zie je hem? Ja, wie is dat dan? Daar. Schat, wie is die as? Ah, die zijn de witte bij ons. Ik vind de witte wel cool met al die rugzak op. Ja, ik ook. Ja, als jullie het ook bij terug te rijden. Ik doe het echt niet snap. Waarom ze niet gewoon tegen elkaar naar elkaar toe hebben? En met die ijzeren lopen op elkaar. Het afval vloog, de blaadjes vlogen weg. Ik ben te zwart. Of voor donkergroen. Volgens mij is het wel zwart, maar wit. Komen we naar buiten. Zal ze stoppen? Gaat dood. Jongen, ik ga elke boot. Daar is toch jongen. Kijk, kijk erom. Het zou best lekker kunnen liggen. Als ik in een echte oorlog zou liggen, als iemand een keer schiet, zou ik dood gaan liggen. En dan iedereen loopt langs me, over me. Ja, dat is een ding. Hé, en dan willen ze je omdraaien om te kijken of je hier bent geraakt. En... Waarom kijken Napoleon er zomaar toe? Ik denk dat Napoleon ook gaat schieten. Als we een vanavond moet je iets doen. En dan moet je meteen naar zeg maar, dan moet je meteen dit opzoeken. Er staan al 20.000 filmpjes op.